die kuren, nou, daar ben ik al eens een keer op verzinnen geweest. Ja. Maar dat heeft jou wel aan het denken gezet, hè? Ja, ja laat daar in het begin. Kijk, daar is ik wel aan het denken. Ja. Kijk, en toen kwam nou, ja, in die tijd mijn broer overleden. Ja. Toen kwamen die kuren achter de rug. En toen kwamen de Engels en toen kwamen we, ja, nou, dat is me, met kanker. En omdat ik ook, toen zei we zo, nou. En dan met de notaris kom je aan het praten. Ja. Maar in wat voor jaartal zitten we dan? Hè? Wanneer was dat ongeveer? Dat was in 2011. Ruim 2 jaar geleden. Ja, in 11. Toen van 11, 12. Ja, ja. Mijn broer is in 11 overleden, maar december overleden. En toen kreeg ik 12. Ja. En in 12 ben ik bij. Hiermee begonnen? Hiermee begonnen, ja. Oké. Kijk, en dat heeft een heel. Tijd geduurd. Ja. Kijk, en dat heeft een heel tijd geduurd, want dit heeft ook een jaar leer gestaan, dus wat. Ja, maar ja, dat klopt. Maar hebt u elkaar ontmoet daarin? Nee, komt zo. Nee, dat niet. Er komt zo. Zij stond, mijn broer heeft altijd aan de school gezeten. En zij heeft voorzitter geweest van het bestuur. Okay. En toen kwam hij meer met mijn broer in aanraking en toen kwam Lijn, die kwam ook bij ons over de vloer. Ah. En zo is het dan gelopen, en toen mijn broer, en die is ook met zoveel jaren, die stopt van de school. En toen kwam met de medicijn, de ziekte. Ja. En toen kwam Lijn al iedere maandagavond doorgekomen met medicijn. Ja, op die manier. En zo is het. Zo is het. Ja. Eén kwam het andere. Ja. Maar zo is het aan de gang gekomen. En toen is mijn broer in 11 overleden. Met december 11 is overleden. En toen zei Lijn, ik wil nog wel graag zo deur blijven lopen. Maar nu bed is weg. Dat ik één keer in de week soms kom. Ja. Kijk, zo is dat gegaan. Kijk, en dan komt ze iedere maandagavond dat niks aan de knikkeren. Dan komt ze smaardig soms. Nou, toen een uur of half tien. Nou, heel dan is het over de dagelijkse ding. Nou ja, en dan nou, over, nou ja, dit dan zeg maar. Wij aan de fietsenbank. Dit is nogal heel wat. Ja, dat is. Maar ik heb heel werk voor regelmatig, dan is dus. We gingen filosoferen, hè, over goede doelen. Want je hoopt, straks ben ik alleen. En mijn geld gaat dan grotendeels naar de fiscus. Daar is niemand blij mee. Nee. Dus dan gingen we filosoferen van goede doelen en dan het liefst toch wel iets bijzonders. Ja. Waar niet al te veel verdwijnt of aan de strijkstok blijft hangen. Nee. En van het een kwam het ander en op een gegeven moment zei ik tegen Joop, Joop, ik heb een droom en jij hebt het geld. En dat lijkt me nou een hele leuke combi. Ja. En toen zijn we eens gaan praten en gaan kijken in Hardenberg. Ja, we waren eigenlijk allebei gewoon van, dit is iets voor levensfase. Ja. Een hospice, dat is een bijna als thuishuis, waar terminaalzieke mensen hun laatste weken, dagen, maanden komen logeren, als het ware. Je moet van de behandelende arts een indicatie hebben dat je levensverwachting waarschijnlijk minder dan 3 maanden is. Dat heeft weer te maken met de vergoeding van de verzekering. Ja, dus er moet een bepaalde indicatie zijn. Ja. Het is niet zo van, ik denk dat ik over een half jaar een stuk minder ben, dus ik kom maar vast. Zo werkt het. Nee. Maar het is niet alleen voor de rijke mensen, hè? Nee, het is voor iedereen, hè? Nee, het is voor iedereen. Het is voor iedereen toegankelijk. Ja. Voor iedereen. Maar is het dan ook alleen voor Delensvaart? Daar heb ik vanmiddag ook al gezegd. Het is de hele regio Vechtdal. Ja. Zuidbol, dat is Zuidbol, die kunnen nog overheen. Ja. Maar je kunt ook zeg maar, die kant helemaal langs, die kunt u eventueel jeugd gebruik maken. Ja. Ja. Net zo goed als om. Ja. Kijk maar, om die kan ook naar Dalsen. Ja. Maar ze kunt hier ook naartoe. Balkbrug kan ook hier naartoe, die kan ook naar Zwolle. Ja. Maar stel dat er iemand elders 100 kilometer verderop woont en die hebben hier per ongeluk 2-3 kinderen. Ja. Ja. Misschien ook een reden. Ja, ja oké. Okay. Nee, het is helemaal vrijgesteld wat het betreft, wat zeg maar, waar je wegkomt. Als je zegt, ik wil graag naar Delensvaart toe of ik wil dit of dat. De mogelijkheid die is er als er land is. Ja, maar je moet je aanmelden. Bij wie dan? Bij ons, bij de coördinator. Ja, maar dat gaat vaak ook weer via de huisarts. Een paar molentjes. Een molentje draait dan nog. Ja, maar hebben jullie ook een website? Of? Ja, www.hospicedelensvaart.nl. Oh, dat is oké. Hospicedelensvaart, Google, dan kom je altijd. Ja. Okay. Maar er staat al die informatie op, wie als jullie, zeg maar, wat een link te doen naar is. De vrienden, een link overal. Ja. De bouw is nog compleet te volgen op de website. Ja, bouwfoto's. Ja. Maar, en het uiteindelijke resultaat. Ja. Maar zullen we eens een kijkje gaan nemen, Ben? We gaan een kijkje nemen. Welkom. Dit is het oude gedeelte van het huis, het voormalige huis. Dit is het oude gedeelte? Dit is het oude gedeelte, deze doorgang. Ja, dit is het oude gedeelte van de woning, hè? Ja. Deze doorgang was vroeger de buitenmuur.
Ja. En dat gedeelte wat je daar ziet, dat is nieuw aangebouwd. Dat is een gang met twee gastenverblijven met allebei hun eigen badkamer. Stel voor dat we daar even naartoe lopen. Ja. En dit is een? Dit is een gastenkamer bij ons. Wij hebben geen patiënten, maar wij hebben gasten. Ja. En dit is een van de twee kamers. De kamers zijn allebei qua oppervlakte even groot. Alleen de indeling is ietsjes anders. Best dat iets anders. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk comfort voor de gasten te kiezen. We hebben een hooglaagbed. We hebben een klimaatbeheersing. Oh ja. Verwarming, extra bijverwarming. Eigen tv, eigen... Ja, eigen badkamer, aangepaste badkamer. Je kunt ook nog van buiten gebruik maken. Ja, klopt. De kamers hebben allebei een eigen terras. Hetzelfde mogelijkheid, de deur is zo breed dat het als het gewenst is dat het bed naar buiten kan. Maar weet je wat eigenlijk het mooie is? Dat je gewoon bij leven er nog zo van kan genieten. Heel vaak komt het uit een erfenis of uit een legaat of noem maar op. En nou is het zo, Joop heeft hier de vloeren uitgebroken, in de tuin aan het spitten geweest, vuil afgevoerd, noem maar op. Ja. En nu loopt hij hier in zijn zondagse pak te genieten van alle complimenten. Mooi, en van alle... Ja, heel mooi, Joop. Ja, dat is prachtig. En het is ook wel, dat is ook wel een genoeg, zou ik maar zeggen. Nou, je hebt het realiseerd. Juist. Kijk, je hebt het realiseerd. Met elkaar, met vrijwilligers, hebben we het realiseerd. Ja. Want ja, we hebben het over de vrijwilligers, maar hoeveel vrijwilligers heeft het hospice? We hebben 33 vrijwilligers voor in huis, noem ik dat dan, en 7 voor in de tuin. Okay. En er zijn 30 vrouwen en gelukkig ook 3 mannen. Oké. Okay. Ja. Maar de taken van de vrijwilliger, wat gaat een vrijwilliger hier doen? De vrijwilliger die heeft ondersteunende taken. Okay. Dus je moet je voorstellen, het is zoveel mogelijk als thuis. He, 's morgens dan komt de wijkverpleegkundige, die komt om te wassen voor de verpleegkundige handelingen. Ja, okay. Eventueel een wond te verbinden, morfinepompen, noem maar op. En de vrijwilliger die ondersteunt daarbij. En het is hier die zorgt voor het huiselijke? Ook, het zo? Ja, okay. Ook. Ja. En ook voor de familie van de gast, een kopje koffie. Het is ook de bedoeling dat de familie van de gasten zich in het huis eigen maken. Mm-hmm. Dat ze zelf ook koffie gaan zetten. Ja. Dat ze zelf eens even een keer een cake bakken. Of ja, ik snap het. Ja. Net als thuis. Zoveel mogelijk als thuis. Ja. Dat is van ons de intentie eigenlijk. Ja. En niet van ik voel me op visite en is de tijd al om. Nee, doe wat je doet. Zoek u in bestaan niet. Nee. Maar zijn jullie nou nog op, kunnen zich nog vrijwilligers aanmelden? Op het ogenblik hebben we genoeg vrijwilligers. Ja, en ik denk dat we gewoon in de loop van het jaar eens gaan bekijken hoe het allemaal gaat. Kan duurt van. Ja. Er zal verloop komen. Daar heb je altijd. Ja, en vanmiddag heb ik ook mensen gehoord, ik wil hier wel werken. Ja, oké, okay. Ja, dat is toch heel leuk. Ja, dat is positief. Dat is fantastisch. Zo dankbaar werk weer. Kijk, dat is toch. Maar dit nog even naar de andere. Ja, zo zijn we verder gaan. Zo zijn we een... Het is natuurlijk ook zo van, het is niet een plek dat je dus echt de verzorging in moest. Nee, zeker niet. Juist niet, nee. Vrijwilligers hebben allemaal een opleiding gekregen, een training. Van 5 dagdelen en kijk, je kan van tevoren niet leren hoe iemand is die bijna komt te overlijden. Nee. Dat is allemaal gevoelswerk. Ja. Die ene reageert zo en de andere reageert zo. Wij hebben erg gekeken bij de intakegesprek ook naar mensen met 2 rechterhanden en met een heel warm hart. Ja, ja. Maar dit is ook een van de gastenverblijven, dit? Deze ook, ja. Dit is de tweede. Maar zoals ik het dus begrijp, kunnen je dus 2 gasten kunnen hier... Ja, oké. Ja. Met allebei hun eigen badkamer. Ook een aangepaste badkamer, een prachtige douchestoel als dat nodig mocht zijn. En ja, ook dat weer zoveel mogelijk rekening gehouden met het comfort van de gasten. Ja. Nee, maar weer wat belangrijk is, ruimte daar, maar doet de voet. Het is Joop een gevleugelde uitspraak van Joop, van mensen die hier komen, die moet goed hebben. Ja. Ja. Dat is helemaal die verdient het. Die verdient het ook. Ja. Dat is zonder meer een feit, ik bedoel dat die mensen dat hier zijn, dat... Nou ja, een plezierige dagen, niet meer. Die ze dan nog hebben, Want het is de achtergrond, nou, het is vaak niet de beste. Nee, van de week absoluut waren, niet. Er kwam van de week 2 dames uit van Denemarken, die waren met hun verzorgers even aan het wandelen in de rolstoel. En die kwamen allebei even binnen, onder de indruk. En een van die 2 zei, nou, ze zei, als het zover is, wil ik hier mijn laatste dagen slijten. Ja. Een groot compliment kan je volgens mij niet krijgen. Nee, mooi. Dat is dus, gewoon een kippenvelmoment. Ja, mooi. Ja, maar ik krijg eigenlijk het idee dat jullie ook de dood bespreekbaar maken op deze manier. Ja, maar ja.
Ja, het is de enige zekerheid die je als mens hebt, hè? Ja. Dat komt een keer. Ja. En je hebt er niks over te zijn. Jullie hebben met de bouw rekening gehouden met de maten. Met de maten van het gebouw, van het breken van de deuren, de breken van de rekening gewoon de bed gewoon mee kan. Als het gewenst is, dan kan dat. Ja. Stel dat iemand zegt, ik wil zo graag met de kleinkinderen op de tafel eten. Dan rijden we het bed naar de kamer en dan wordt de tafel gegeven. Oké. Ja, we hebben nou de gastenverblijven gezien, de entree. Waar gaan we nou naartoe? We gaan nu naar de huiskamer, keukenhuiskamer. Daar zijn de familieplekken ook in het huis. Kijk, dit zijn genoeg. Dit is de centrale plek in het huis. Hier komt alles samen. Hier zal heel veel gelachen gaan worden, gehuild gaan worden, overlegd gaan worden. Alleen maar kopjes koffie. Ik bedoel, het is gewoon een prima plek. Ja, dit is een zit ook voor de mensen die als hier zo het... voor de familie. Kijk, het is natuurlijk niet vol te houden om de hele dag waarschijnlijk naast de gasten te verblijven. Nee. Dus kan je ook eens even terugtrekken. Ja. En er is voldoende ruimte, gelegenheid van rolstoel, je ziet het voor een bed, alles kan. Maar weet je wat me opvalt, Lijntje? Wat valt jou op? Dat het zo ontzettend huiselijk is. Ja, dat was ook helemaal de bedoeling. Ja, dat is ontzettend geslaagd. Want het is ook een bijna als thuishuis. Ja. Ja. Wij zijn ook benaderd door bedrijven die inrichtingen inrichten, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, noem maar op. Die hebben vaak van dat statische materiaal. Ja. We hebben heel erg gezocht naar huiselijke dingen, huiselijke meubels, warme aankleding, warme kleuren. Ja. Maar jullie hebben alles zelf bepaald, uitgezocht. Ja. Er is niet een standaard, iets bij. We hebben Joop voor de verlichting. Ja. Zo kunnen we het proberen. Joop is de man van het licht en die zorgt voor het licht. Voor het weer. En dankzij Joop dat het licht schijnt. Een lijntje, waar gaan we nou naartoe? Wij gaan eens even onze tocht door het huis vervolgen en jullie mee naar boven. Oké. Maar nou loop ik hier tegen een kantoortje aan. We hebben een kantoor en ik hoop daar niet zo heel veel tijd in door te brengen. Want ik ben veel liever bij de mensen, tussen de mensen, tussen de vrijwilligers. Maar dit is de ruimte waar dus het intakegesprek plaatsvindt. Waar de vrijwilligers de overdracht doen. Bent u degene die als hier altijd aanwezig is? Ja. Nou, niet altijd. Ik ben samen met Monique. Maar in het begin bij de mensen. Ja, begin en belangrijk. Maar nou later in Monique te bekomen. Wij gaan hier allebei 12 uur per week werken. Lijkt niet zoveel, maar elke dag is er dus iemand, elke werkdag, in de weekenden als het nodig is. En we zijn natuurlijk s'avonds en s'nachts bij tourbeurt oproepbaar. Als er een gast is die eventueel komt te overlijden, dan worden we opgeroepen. Ja, dan moeten we dat doen. Duidelijk verhaal. Ja. Nou, hier ben ik ook heel trots op. Het is een prachtige huis. Even kijken, hoor. Dit, de wasmachines. Ja, de wasmachines. Ja, dat hoort erbij. Dat hoort er echt bij. Ja, we hebben ook echt, hier voor. Twee wasmachines, droge koelkast. Ja. Nou ja, en iemand die wat anders voor zo. Ja. Dus alles tot het gemak. Ja. Kort en makkelijk, bewerkbaar. Makkelijk te doen. Jullie hebben dus alles helemaal leeggetrokken en Je hebt maar een stukje moeten staan, de hele moeder hier terug. Mooi hoor. Ja. Het is een heel bijzonder. Ja, ook één. Binnen hebben we er ook nog één. Twee. Hier hebben we een toilet. Ja. We gaan hem boven een kijkje nemen. Ja, we gaan boven een kijkje nemen. We zijn nou boven, hier in het hospice. En in welke kamer zijn we nou beland? Nou, dit is de stiltekamer. En de stiltekamer, dat wil zeggen... Voor de familie. Een ruimte waar je terug kan trekken, waar je eventjes jezelf kan zijn, waar je even wat kan lezen, misschien een gesprekje met de dominee, met de pastoor, met een begrafenisondernemer, misschien familie onderling die elkaar toch even goed in willen praten, of noem maar op, gewoon van even niks, even mijn moment. Even wat anders. Dus het is een ruimte voor een beetje bezinning, meditatie, net hoe je het noemen wil. Ja. Ja. En die foto's zijn gemaakt door Clary Nanning, daar is ook de tekst van. Ja. En die hebben we ook geschonken gekregen. Heel mooi, want ik zag daar ook. Maar Clary Nanning heeft al die schilderijtjes op, of die foto's opgemaakt, en de tekst er ook zelf bij gezet. Ja. Oh, wat hebben we? Ja, heel leuk. Heel leuk, ik heb het ook. We mochten er een aantal uitkiezen. En
Ik werd zo hebberig, ik vond ze allemaal zo mooi. Ja, ja, ja. We hebben er ook een heel stel gekregen, ze hangen door het hele huis. En, ja. Ja. Ja, we hebben bij elke kamer een beetje een passende tekst. Ja, je geborgen weten geeft houvast om los te durven laten. Ja. Nou, ga daar nou eens over nadenken. Ja. Dat is toch, ja, is toch prachtig? Ja. Hè? Er is een mevrouw die ik nam contact met mij op. Ze zegt, ik wil zo graag voor jullie iets doen, maar ik ben te oud om als vrijwilliger mee te komen helpen. Ze zegt maar, ik wil jullie een donatie doen. En nou, dat is fantastisch. En ze gaf een schitterend bedrag. En toen heb ik contact met haar opgenomen van nou, ik wil eigenlijk dat geld van u een doel geven. Een echt doel, dat wij weten van dat een tastbaar doel. Dat precies. Ja. Nou, zei ze, wat dacht je? Ik zeg, ik wil graag verlichting daarvoor aanschaffen. Nou, zei ze, maar dat red je niet met dat bedrag wat je van mij gehad hebt. Ik zei, nee, maar in ieder geval een gedeelte. Ja. Prompt maakt ze de volgende week nog zo'n bedrag over. Oh. En ik heb vorige week heb ik haar opgehaald en ze moet even voorzichtig doen, niet al te veel drukte om haar heen. En we hebben het hele huis doorgelopen, we hebben hier een poosje zitten praten. En toen zei ze van, ik mis eigenlijk leeslampjes naast de bank. Ik zei, nou, als we een hoop enveloppen krijgen, dan gaan we daar nog over denken om die nog. Ik zeg, want u heeft gelijk, het is nog een beetje kaal. Ja. En ik bracht haar weer thuis en toen zei ze van, goh, rij eens even door een stukje, ik wil nog een stukje door. Ik zei, waar wilt u naartoe? Ze zegt, naar Ten Kate aan de Lange Wijk. Oké, okay, ja, dat is ongelooflijk. Nou, ik heb samen met haar die twee lampjes uitgezocht. Ook zo leuk. Ja. Maar zo is het wel mooi huiselijk zo. Heel mooi. Ja, heel, ja. Ja, ik vind het heel mooi. Ik zou het thuis wel zo willen nemen. Ja. Ja. Nee, maar dat is een goede insteek. Waar je zo is het huiselijk zo uit en zo en dingen is te mooi. Ja. Maar dit is dus de stiltekamer. Waar zullen we nou nog in gaan? Ja, we hebben nog meer. Ja. Even kijken, wat is dat? Ja, dat is ook dat is een kamer, dat is een kinderkamer. Dit is een van de twee logeerkamers. Oh, ja, voor de gasten. Dus ja, dit is de logeerkamer. De logeerkamer voor familie van de gasten. Ja. Die eventueel overver wonen, nou dan kunnen ze op de gemakkie 's avonds komen rijden, lekker hier slapen. Of als het wel spannend is, maar nog niet erg genoeg om op de kamer erbij te slapen, dan kan je hier een poosje terugtrekken. Ja. En hier is nog een logeerkamer. Mooi, nog een logeerkamer. Nog zo'n logeerkamer. Nou, dan zeg ik, dit is puur, Mooi. Puur extra. Ja, ja maar zoals ik begrijp, hier kunnen dus twee verschillende families van elkaar kunnen hier... Apart. Ja. Die elkaar eigenlijk helemaal niet kennen. Nee. Die zitten dan in één huis. Ja, ja. Ja. Dat kan ook hele prachtige situaties geven. Ja. Want je zit allemaal in hetzelfde schuim. Ja, ja. Kan je erover praten. Ja. De gasten kunnen hier gebruik maken. Hier is niks aan veranderd. Nee, het was heel mooi. Ja. En jij de wc. De badkamer. Ja, dat ziet er mooi uit. Ja, het is allemaal... Maar dan hebben we eigenlijk één ding nog niet gezien, hè? Dat is de tuin. De tuin. Gaan we naar de tuin kijken. Ja. Albert namen, kom maar. Ja. Ja, dan denk je in de tuin. Het is tuin in wording, want ik heb jullie de afgelopen weken heel veel bezig gezien. Ja hoor, een man of 5, 6. Ja. Er is gigantisch veel grond opgekomen. Het is helemaal de oude grond eraf, nieuwe grond eraf. Die rozen, die bent een week terug, bent die erin gezet. Een week terug. En toen bij die beuken ook gekomen, dat is achter elkaar gewoon toe. Die beuken werd juist zet en toen bij de rozen erin gekomen. Maar als ik dat zo bekijk, dan zie, zie ik rozen, ik zie beuken. En dan komt er een groot gras wel, dat ik dat zo zie. Ja, dit wel gras. Dit is allemaal gras. Ja, dit die staat er nog wel 14 dagen in. Wat doorgaat geweest, is het ook voor privacy van de terrassen, hè? Ja. Nou, heb je even deze en dit zich nog heel mooier. Ja. Het groen is. Ja, het groen is. Ja, het kan niet sneller dan snel, hè? Precies, dat kan niet. Nee. Het gaat allemaal niet. Het weer is goed qua gras. Want het heeft niet stilgestaan, het is allemaal wel achter elkaar doorgegaan. Ja. Maar ja, wat daar is dit, thuis staat. Ja. Het is allemaal wel achter elkaar doorgegaan. Maar ja, een hoop planten. We moeten overal weghalen. Ja. Ja. Hebben jullie het zelf opgehaald? Eh? Hebben jullie dat zelf opgehaald of hebben ze dat gebracht? Nee, allemaal ophaald. Allemaal ophaald? Allemaal ophaald. Ook gekregen, hè? Ja. Ja, wel een kring, dat wel, maar we hebben het allemaal wel op mijn naam, zijn we met de auto, met de karretje op, met de trekker en de wijn. Oké. Zo is het hier gekomen. Ja. En hebben jullie allemaal zelf gepost? Ja. Ja, ja, met die vrijwilligers. Ja. Maar Lijntje en Joop, we hebben nou het hospice gezien. Ja.
We zijn echt diep onder de indruk. Mooi. Het ziet er echt geweldig uit. Ja. Het is een lopen. Ja, we gaan er even rond. We gaan er even rond. Complimenten, ja, voor dit. Nee, maar complimenten, echt waar. En ook, ja, ook richting alle vrijwilligers. Dankjewel. Ja, zonder vrijwilligers kan het natuurlijk nooit draaien. Nee. Al die mannen en die vrouwen die zijn zo ontzettend gemotiveerd. Ook door hetgeen ze zelf meegemaakt hebben. Hè. Dat is ook vaak niet niks. Nee. Ja, er komt zoveel energie krijgen ze daarvan. Die ervaring ook. En willen wij eens als je goed met elkaar kunt opschieten. Ja, dat is ook belangrijk. Als kijk, dat gaat bij ons ook met de jongens samen, waar je toen ook kunt met me raken, kijk die ene sowieso dit of dat, maar toch kom je tot overeenstemming, we doen dat zo en zo doen we dat. Ja. En die doet dit en die doet dat. Dat is echt Joop. Samenhorigheid. Ja. Ja, geweldig. Ja. Samenhorigheid. Ja. Ja. Maar nou staan we in de tuin, maar moet je toch eens in horen hier zo. Het is net of er een cd met vogelgeluiden staat. Ja. Het is zo prachtig. Ja. Vorige week waren we hier en toen liep er ineens een eekhoorn zo. Ja. Nou, dit is toch een cadeautje? Ja, er zitten wel meer eens in. Ja. Je zit ook zaak door in dat blok. Maar nu zit je midden in het dorp, hè? Ja. Het lijkt wel een bos zit hier zo. Ja, prachtig. Nou, maar in ieder geval bedankt voor de rondleiding. Heel graag gedaan. En heel veel succes met het dankbare werk wat jullie allemaal gaan doen. Ja. Het komt allemaal goed zijn. Nou, wees welkom. Ja, om te kijken, om langs te komen. Informatie, inlichtingen. Kijk op de website. Ja, ik zal er bij. Word vriend. Ja, de penningmeester waar we dat van moeten zeggen. Ja, helemaal flauwkul. Zonder vrienden kan hospice niet draaien. Nee, zeker. Nee, zo is het. Ja. En maar nog één keer de website. www.hospicedusvaart.nl. Nou, makkelijker kan het niet. Makkelijker kan het niet. Kan ik zelfs onthouden. Ja. Succes. Ja, dank je. Dankjewel. Bedankt. En succes. Joop, bedankt. En ook succes. Ja.